Dit heb ik klaargehaald voor je opa. Denk je dat hij het leuk vindt? Nee. Hoezo niet? Eigenlijk niet. Echt nooit ook? Nee. Nou, ik hou de bon nog wel even dan. Wat is gezond, mensen? Wat is gezond? Ga eens wat je van binnen voelt. Ja, ik voel van binnen gewoon nu heel veel blijdschap. Met iedere hap die ik neem. Now, feel it good. Feel this hose like you shoot my neck. My back, not my... Nee. Oh. Jezus, ik moet echt van bil. Right. Klein is afgezet. Je hebt er zin in, weer, naar de kerstvakantie. Ik zag wel alle moeders met gymtassen hun kind afzetten. Ik denk, nee, maandag was nog geen gymdag. Maar toen dacht ik, oh ja, met die gymkleding meegekregen. Zodat je de mogelijkheid krijgt in de kerstvakantie om je te wassen. Want je kind zweet al heel erg op zijn vierde. En toen dacht ik, oh ja, moet ik onthouden. En vanochtend dacht ik daar helemaal niet meer aan. Dus als het goed is, heb je morgen gymdag. Dus dan is het belangrijk dat ik het mee heb. Nu nog niet. Nu is het zo van, oh, jullie moeders zijn super ijverig. De mijne is laid back, right on time. Dus ja, misschien handig als ik een notitie in mijn agenda zet dat ik neem. Update. De stop in mijn meterkast is nog steeds omlaag. Ik heb de video wel heel ver al af. Maar ja, weet je, je hebt toch echt internet nodig voor bepaalde dingen. Zoals uploaden en zo. Dus we moeten straks maar naar mijn schoonmoeders huis. En daar maar de koelkast leeg eten. Ik bedoel het internet gebruiken. Ja, dus ik zit hier achter mijn laptopje. Met geen partijtje. Ik heb iets gevonden in de kast. Popcorn, zeezout, karamel. Kijk, weet je, al vier is op vakantie ook in Curaçao. Brianna is model. En hen is nog altijd, ik ben niet zo snoeperd. Dus ik help jullie hier eigenlijk alleen maar mee. Dus de kastjes leegmaken. Ik heb wel gewoon mijn eigen eten mee qua ontbijt en lunch en zo. Maar ik zal jullie helpen van de snacks af te komen. Morgen begin ik met mijn gezonde leven weer. En wat is gezond, mensen? Wat is gezond? Ga eens wat je van binnen voelt. Ja, ik voel van binnen gewoon nu heel veel blijdschap. Met iedere hap die ik neem. Iemand is terug van een kappersbezoek. Dit bedoel ik nou. Zo doe je haar nou nooit. Zie je op de scooter? Ja, ik zie het. Yes. Oh, ik weet niet wat hier gebeurt. Background music. Is going in. Doe je dans, doe je dans, doe je dans. Je bent net van de kapper. Je bent tantoe blij. Je hebt krullen. Het is natural. Weinig moeite. Toch die flair. Je bent een model. Je bent een model. En je doet het ook met heel veel airbags. Niets rijmt op flair. Dat ging even. Aanschouw Brianna. Ze is op het moment een schilder op nummer, schilderijtje aan het afmaken. En ze kijkt naar, volgens mij, de smurfen. Wat ben je aan het zeggen over mij? Ik doe alleen maar de situatie uitleggen, wat hier gebeurt. Kijk jij nou de smurfen of niet? Ja, is Gargamel. Ik zie het. Jongens, dit is niet zomaar schilder op nummer. Dit is wel even lituation. Kijk hoeveel diepte. Kijk hoeveel wow, 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 wow. Weet je wat Wim krijgt? Of laat het zo zeggen, weet je wat Wim gaat geven? Nee? Je bent nog twijfelachtig. Ellie gaat op zichzelf, dus die zou hem denk ik wel willen. Ik vind het heel mooi, echt. Nee, ik vind het echt heel netjes gedaan. Nou. Ja. Ja, ja. Weet je, je kan ook op de straat hangen en selling rocks. Maar jij doet toch dit. Ik vind het, ja. Ik je kon er ook een middenweg vinden van selling rocks en schilder op nummer. Er is ook nog iets tussen. Maar ik ben wel blij dat je naar deze kant neigt. Ik wil wel eventjes uitleggen voor de kijkertjes. Vroeger, en dan bedoel ik echt vroeger. Dit is praat over 8 jaar terug. Gingen Brian en ik dit echt doen, hè, voor live. Heel vaak schilder op nummer. En dan zei Leslie altijd en mijn schoonmoeder, kijk Nienke nou kinderlijk doen. Dat doet ze gewoon, dat ze het zo leuk vindt en met ze met Brianna kan spelen. Maar blijkbaar is dat iets wat je doorgeeft aan je familieleden. Zij doet het nu ook. En ze heeft niet eens een schoonzusje of een nichtje waar ze mee doet. Ze doet het gewoon helemaal in eentje. Dus ze is super schattig. Tikkie lonely, maar ook schattig. Oké, dit was even oud vertrouwd Shitty Diary een paar minuten later dan verwacht. Hele idiote, snelle poster tegenaan. Story ook echt. Nou, jongens, ik heb gerend naar het einde van die video. Omdat die internetverbinding bij mij natuurlijk niet doet. Moest ik bij mijn schoonmoeder dat afmaken. Kreeg ik een belletje van de kitter. We kunnen nu naar binnen. Ik ben een half uur... Nee,
Ik ben 5 minuten weer bij mijn schoonmoeder terug thuis bezig. Tikken, tikken, verder editen. Bellen ze op. We zijn weer klaar. Ik daar weer naartoe. Geld binnen. Tuurlijk. Een of andere plofkraak bij mij op het plein. Dus het geld dat hem uit doet het daar weer niet. Moest je nou ergens anders halen. En toen had ik een afspraak met iemand die decors bouwt. En zij en ik hebben gebrainstormd over wat mooi zou zijn voor mijn decor. En zij kwam met geweldige ideeën. Vet chill is dat de elektricien gekomen is en hij heeft het gefixt. Dat ik warm water heb en weer verwarming. Alleen een paar lichtpunten in mijn huis, die krijgt hij niet aan. Dus hij gaat morgenochtend vroeg daarna kijken. Dus Allah, dan maar weer vanuit mijn... bed werken. Het is goed. Ik moet alleen even die router ergens indouwen, want ik ga niet de hele tijd op mijn hotspot, hè. Ik hou van MB's verspillen, maar niet like in make it rain, like there's no more rain at the end. Ik ga die kleine boef halen. Het is toch altijd een hoogtepuntje op mijn dag. Lichtpuntje. Piekmoment. You are the sunshine of my life. Oeh, hoor je dat? Dat is een beetje Edcilia Rombly. Maar de eentje die van een after komt. Klein beetje. Ja, check rokende Edcilia. Frankie Dean, je muts is een andere stilo dan vanochtend. Maar ik voel het wel eigenlijk. Wat? Ja, hoe je muts rockt. Echt niet. Ja, ik vind het tof. Ik vind het heel stoer. Hé, hey, dit moet weg. Oh, je bedoelt de camera. Dan doe ik het wel even zelf, toch? Nee, mijn moet ook nog. En je bedoelt er wel bij? Ja. Wat is dit nou? Je wel niet? Wel ik niet? Wil ook bij, ik wil ook bij. Oh, wat wil je vertellen? Over je dag misschien? Ik wil eerst naar buiten. Oké. En die jas aandoen. Ik heb niet mijn sjaal gepakt. Nee, die heb je laten liggen. Je gaat alles in detail vertellen, want dan ga ik even goed voor zitten. Je lijkt een beetje op je moeder. Je moet even naar het moment. To the point. Toen ging het niet regenen. Okay. Toen ging ik al lang. Toen ging ik gewoon lopen. Oké. Okay. Toen ging ik fruitje eten. Zo zat hij in die gruis erin zat. Oké, en toen? En toen ging ik weer naar buiten. Oké, laat ik het anders vragen. Hoe was je dag? Zo bedoel ik het. Je kon het ook in één woord. Ah, nou oké. Voor de volgende keer als je dat zegt, more than enough. Ik vond deze dag lang genoeg, dus ik denk een snackbarretje, toch? Ja, patatje. Let's do this. Warm water wordt natuurlijk meteen gevierd met een douche. Dus die jongen die was in zijn element. Het is nog steeds een feit dat ik hier beneden in het donker zit. Alleen deze paar. Het is deze paar. Wat is het? 1, 2, 3, 4 stopcontacten beneden. Die doen het niet. Maar de twee in de keuken doen het wel. In de gang en door het hele huis wel. Maar ja, morgen komt de elektricien toch even kijken wat het probleem is. En het is maar goed dat hier geen licht aan kan. Want ik word super OCD geflipt mode van draden die gewoon kriskras door een ruimte liggen. Kijk, onze elektricien Jamal heeft dit ook even gefixt. Van oké, weet je, hieronder zit wel een werkende stopcontact. Dan heb je in ieder geval dit up and running en dit ook weer. Maar ik kan jou vertellen dat ik vanavond iets moeilijker slaap met de kennis dat dit over de grond ligt te kroelen. Voor iedereen die zegt, oeh Nieke, dan is je OCD echt best wel heftig. Nou oké, ik lig niet wakker. Maar zodra ik beneden kom denk ik wel, negeer, kijk vanaf zo. Oké, mijn OCD is best wel heftiger dan dat ik dacht eigenlijk. Hiervoor is de achterwaartse klep nodig. Ik ben vandaag zo de straat op gegaan. Still, people were flirting with me. Ja, they fell for it. Desalniettemin denk ik dat het een goed tijd is, aangezien ik ook ongesteld ben, om onder de douche te gaan staan. Oh, gisteren dit. Oh, ja, dat kon ik niet vloggen. Want ik ging naar het toilet en het zijn vaak momenten dat ik... Dat is niet waar, ik vlog dan ook. Maar in ieder geval, deze keer vlogde ik niet. Maar in de periode zit ik. Maar ik had heel even een verversje kurkmoment overgeslagen. Per ongeluk gewoon... Niet opgemerkt. En ik ga naar het toilet. Frankie Dean die was net voor mij geweest. Dus ik zeg, oh ben je klaar? Dan ga ik nu. En ik doe mijn broek omlaag. En ja, het zit aan de binnenkant van mijn dijen. Want het was een beetje in mijn slip doorgedrekt. Sorry. Ik weet het aan mannen kijken. Dit is vies. Oh my god. Ik heb dit gezegd. Jullie vinden ons nu in één keer een stuk ranziger. Ja, jullie weten al dat we poepen. Maar dit had niet gehoeven. Ja. Ik kan natuurlijk dit eruit laten in de edit. Maar ik kan het er ook gewoon in laten. Want Rylans overleeft. En we gaan door. In ieder geval. Hij zag wat bloed. En toen zei hij. Mama. En hij keek zo tussen mijn benen. Mama. Heb je pijn? Ik zeg nee. Deze doet dus niet pijn. En toen moest ik hem uitleggen. Dat met een eitje. En als er een zaadje in het eitje komt. En er komt dan niet een kindje uit. Dan gaat dat eitje weer verder in het riviertje. Maar dan neemt hij altijd wel een beetje bloed mee. Nou. Probeerde er een soort van kindvriendelijk verhaal van te maken. En hij keek me zo aan. En weer in dit bloed. En naar mij. En hij dacht echt. Nou ja, onsmakelijk. En het verhaal maakt het niet veel beter. Toen zei ik, geef mama's tas even aan, want daar zit even een nieuwe kurk in. En die gozer die kwam echt zo het toilet in van, pak aan en zet jezelf. Toen dacht ik, jeetje, was dit te vroeg om te zien voor een 4-jarig kind?
Perhaps. Ik heb hem wel gezegd, je hoeft dit nu niet te vertellen, nu je dit weet. Je hoeft niet naar meiden toe te stappen of naar de juf. En hey, bloed jij ook bij je poenie? Want hij vroeg me toen ik dat al een beetje uit de verpakking haalde. En ik deed het zo achterlangs. En je ziet hem echt zo, waar ga je naartoe? Ik zeg, ja, ga maar even weg, zei ik. Mama moet hem eventjes... Waar, in je kont? Ik zeg, nou, niet in mijn kont. Ik zeg, want dan kan ik niet poepen. Toen dacht ik echt, ben ik dit serieus aan het voeren, dit gesprek? Oh, ik vond het heel awkward. Maar ook wel weer, ik dacht, ja... Je vraagt die dingen. Ik ga niet doen alsof het niet gebeurd is. Want dan gaat hij straks ook zeggen, ja, mama bloedde. Maar toen ik ernaar vroeg, zei ze niks. Dat is helemaal raar. Dat staat, weet je, in de klassenkring wordt besproken. Net, dan weet je al, staat ze op de stoep straks. Restlederboeien te slaan. Ja, weet jij veel? Meneer, wij moeten u meenemen op verdenking dat u uw vrouw stompt in de kut. Nee. Ongezellig. Ja, dus hij weet dat nu. En nu ik mezelf zie, denk ik, hey, je lijkt echt wel het zusje van die gast van Limp Bizkit. Maar waarom ik nou aan die gozer deed, want die was kaal? Omdat hij zijn pet altijd achter het voren had. En hij was toch die gast die vreemd was te gaan met Britney Spears. Of nou ja, wat Britney Spears van vreemd was te gaan, volgens mij was hij super single. En dan denk ik, nou, weet je, kijk persoonlijk, ik zie heus wel dus af en toe blanke, appetijtelijke, objecten. Maar ik vind het bijzonder dat je met Justin Timberlake een relatie hebt, volgens mij verloofd. En dat je nou voor die gast gaat. Dan denk ik, hey, welke drugs had jij gebruikt? Want dan moeten ze die direct uit de handel halen. Goedemorgen. Weet je wie er vandaag jarig is? Opa Harvey. Harvey? Ja, we gaan vanavond uit eten. Zo, gaan we lekker douchen? Oh jee, oké, verkeerde woord. Is daar die kit heel erg. Maar het stinkt voor iedereen die zijn badkamer ooit heeft gedaan. Of onlangs die weet. Dat kit ruikt naar iets zuurs, chemicalen. Hoe dan ook. De boksen in de badkamer zijn ready. En we gaan die nu even testen. Waar is het apparaatje? Dit was Res zijn idee. Maar ik vind het opeens een heel goed idee. Ja. Dus even kijken. Hoe werkt dit? Ik moet connecten toch? Connect. Dan gaan we. Wat zullen we luisteren? Waar krijg ik geen claim op? Nou, ons eigen nummer. Dus. Nou, dan kun je dus gewoon blazen nu. Kijk, hier ook een box. Hey! Was het maar weer vrijdag. Woehoe! Als je lacht, dan kan ik. Ja, als je in de spiegel komt, ga ik lachen naar mezelf, jongen. En bounce op mijn eigen pokoe. In 3, 2, 1, met z'n allen. Elke dag. Kom maar, schat, ik mis je elke de dag. Ik beloof je, ben bij elke stap. Ja, leuk. Leuk speeltje. Res, ik neem het terug. Ik dacht dat het onzin was. Als ik kijk, vind ik dit systeem toch best wel een upgrade. Ik mis van alles, maar de muziek maakt het goed. Ja, dus, oké, dat is gedaan. Ik moet eventjes naar buiten. I got some errands to run, weet je. Normaal runt mijn vriend die, maar ja. Ik ben een single mom life eventjes. Hey. Ja, dit ziet mijn oog hoor. Maar hij moet nog terugkomen voor hier, Hero. Dan zal ik hem even zeggen. Yo bro, you got some holes to fill. Now, feel it good. Feel these holes like you shoot my neck. My back, not my... Nee. Jezus, ik moet echt van bil. Oh, we hebben dit ook. Ja, wat dit is. Dit is een foodwarming displaytje. Dus het staat nu op 19. En ik ga straks douchen, want ik moet me klaarmaken. Want zo ga je niet. Wel op straat, maar niet naar verjaardag. Tenminste, als je iemand haat. En dan de hele tijd ook fotobam vooraan. Dan is het leuk, zo'n look. Dus dan test ik hem straks. After other things I have to do. Because now, you know, I'm rocking this. Mensen zeggen wel eens, Nienke, je bent niet organisatorisch. En je bent niet een goede planner. Dat klopt. Maar je ziet, als hij er niet is... Jongens, I got this covered, ja? Ik heb gewoon net ook eventjes dingen gedaan. Shizzle geregeld online. Gewoon van, ik weet je, wat moet er nog voor het kantoor? Moeten er spots? Wat moet er nog gebeuren voor Ellie Huis? We zouden nog een cadeautje geven voor de uitzet. Ik ben uitgezoeken waar, hoe, wat. Het is besteld, G. Overmorgen komt het aan, G. Zie je, dit gaat ook al smooth. Sowieso rijd ik altijd een stuk smoother zonder Wesley naast me. Wacht, wat probeer ik hier nou mee te zeggen? Dat zonder Wesley in mijn leven gaan dingen... Nee, dat zeg ik niet. Maar ik denk wel dat als hij mij, zeg maar, meer verantwoordelijkheden geeft... en een stapje terug doet, dat ik niet het idee van, oh, hij doet het toch wel... Dan ga ik pas echt, dan kom ik echt tot leven. Dan ga ik echt floreren op dit gebied. Ik moet wel zeggen over code geel en oranje, wat ze dachten dat er aan zat te komen. En, nou,
Ik had iets heftigers verwacht. Niet dat ik zit te kicken op dat van de kleine chichua's die uitgelaten worden. Dat in één keer zo'n luchtkolk omhoog gaan. Maar ik vind het nog mild. Ja, hier zie je het eigenlijk alleen met Koningsdag heel goed. Code oranje. Fucking flauwe grap. Ik was aan het trappen in een corsa. Wij gaan lekker money op je corsa. Jammer leven la vida loca. Jammer leven la vida loca. Kleurverschil met je gezicht en hand. Check. Cadeautje van mijn schoonvader. Ook check. Sleutel gereed om naar huis te gaan en daar verder te werken. Check, hoor, check, check. Jongens, echt, op rolletjes gaat dit allemaal. Oké, ik ga achteruit. Heel en de radio staat keihard. Oké, focus, Nienke, focus. We gaan lekker op money als ik opsta. Ja, we leven la vida loca. Ja, we leven la vida loca. Okidoki. Ik ga die boef halen. Ik ben omgekleed, zeg maar, voor de verjaardag. Hij moet nog even omgekleed. Ik moet nog even hier een cadeautje inpakken. Hiero. Dit. Het boek. De moed om te vergeven. De wijze lessen van zijn grootvader, Nelson Mandela. Het kleinkind van Nelson Mandela heeft het geschreven. Dit is geen spon. Maar ik zag die kaft en ik denk, volgens mij kan je wat uithalen. Waar je je leven ook kan gebruiken. Dus, glaasje, sorry. Multiple glaasjes, rode wijn. Want ik heb een flesje gehaald voor de man. Jongens, ik heb een hoge broek aan. Ja, ik ga heel even fashion op jullie. Ik heb een hoge broek aan. En ik vind het hoog. Ja, dus kijk nou hoe hoog het zit. Het is bijna catsuit. Het is bijna dat je denkt, on the oksels, in je naad. Trekt ook in de lies. Maar het is fashion toch? Dat zie je toch bij al die meiden. En bij mij denk ik de hele tijd, poeh, lijkt als zo'n riem. Die altijd die heffers zo, die om hebben. Precies, daar zit hij ook. Nou, en voor iedereen die denkt, wat een leuke jas, wat een leuke blouse, wat een leuke riem, wat een leuke schoenen. Alles wat je gezien hebt, is te halen bij één en dezelfde online winkel. Iedereen weet het. Voor iedereen die het gaat vragen, reageer op elkaar. Ik kan alleen niet beloven dat het er nu nog is, want sommige dingen zijn nieuw, sommige dingen zijn oud. En ja, dus. En sommige mensen waren voor jullie, die al wel hadden gevraagd waar die jas vandaan komt. Dus misschien zit het in hun mandje en daarom is je nu niet meer in het assortiment. Sluit op, alles. Tot later! Zo, Frankie, lekker thuis. We gaan je klaarmaken voor. Wie is je verjaardag? Opa. Nou, ik zeg, heb je er zin in of wat? Dit heb ik gehaald voor je opa. Denk je dat hij het leuk vindt? Nee. Hoezo niet? Eigenlijk niet, echt nooit. Echt nooit ook? Nee. Nou, ik hou de bon nog wel even dan. Nou, ik sta in één keer helemaal vast. Want ik kom dit bord tegen. Spaarndammertunnel is dicht. Dat betekent, we're gonna wait here with all of us at the same time. Ik vind dat zo pijnlijk als je dan 3,5 kilometer verwijderd bent van je locatie en dan sta je stil. Hey. Nou, Ressa trots op me zijn, want ik ben uit de file gegaan. Ik heb een alternatieve route gezocht. Kijk, dit is nee, dit lijkt erop, maar het is er niet. Je opa was namelijk zo slim genoeg om wel met de tram te gaan. Auto hier achterlaat in de garage. We gaan naar je opa's verjaardag. Kom op, schat, we zijn een beetje laat. En het is niet dit keer omdat ik te laat naar huis ben gegaan. Nee. Wat gaan we nu hier doen? We gaan nu hier de auto laten en dan gaan we lekker naar het restaurantje. Zie je het restaurantje? Ja. Oh, ik moet jouw sjaal even goed doen, want ik zie nek, huid. Hey, nog niet! Suipen maar, ja, en go! Wat zei je nou? We willen niet klagen hoor, maar het is 5 voor 9. We hebben nou pas voedsel gekregen. Wij dachten persoonlijk... Sorry, je moet echt snel zijn hier. Je kan niet even verrassen. Die gasten gaan gewoon... Ze pakken gewoon aan de steen. Je moet er gewoon heel snel bij zijn. Ze zijn gewoon blij dat het er is, laatste. Het is gewoon een eigen BV daar gewoon. Jongens, sharing is caring, hè? Nu is het dus een beetje zuur dat ik alleen ben. Ja, hij is maar 4, maar geloof me. Het is een groot, log, lang joch. Als hij slaapt dan, hè. Zit je te kijken? Zit je naar mijn hakken te kijken? Like in I wanna wear them or like in mooi? Vind je het mooi of... Ja. Oké, dank je. Mooie kleuren. Mooie kleuren, hè? Ja. Zwart vind ik ook een topkleur. Ja, lieve mensen, Healthy Lifestyle begint niet op 1 of 2 januari. Healthy Lifestyle begint wanneer je er klaar voor bent. En dat is voor mij today. Ik heb straks weer na heel lange tijd...
De eerste, PT-afspraak. Personal training, oftewel, ik ga doodgaan. Wie mooi wil zijn en strak, moet kapot gaan. Frankie Dean die wordt vandaag opgehaald door mijn moeder. En dan slaapt hij daar. En dat is wel goed, maar ik moet echt heel veel doen. Ik moet mijn ideeën om mijn merchandise uit te breiden aanleveren. Zodat bepaalde mensen mee aan de slag kunnen. Van wat gaat het kosten en blablabla. Dat soort dingen. Het is woensdag, dus morgen solidariedag. We beginnen met editen. Heb ik iets over het hoofd gezien? Handig man, zo'n agenda. Ik keek nog nooit zo vaak in de agenda sinds de rest er niet is. Bellen, telefoonhoesen, want die komen er ook weer aan. Wanneer, hoe, zo, blablabla. En op 10 moet ik trainen met Ralf. We gaan dit eten. En we gaan ons in zo'n elastisch gelukkig pakje hijsen, want het zal strakker zitten op sommige plekken. Zolang mijn buik maar niet over het randje heen valt, dan zijn we goed. Zit er weer hoor. Nog iets? Oké, we gaan even buik helemaal intrekken, dus de andere kant op. Zo bol mogelijk die rug, ja. Want dan voel je buikspieren en dan rol je hem naar voren. Juist. Ja, spieren die schrikken zich ook actief. Dus je denkt, jezus, chill. Wow. Je was zo lekker aan het chillen. We hebben rustig aangedaan. Hij zei wel, je kracht zit er nog. Iedereen die wil weten, wat is die mooie highlight op je wang? Nou, je mag één keer raden. Dit is natuurlijk calendula zalf. Ik heb een beetje op mijn jukbenen gedaan. Ik denk, als je de lippen mee kan pimpen, dan kan je natuurlijk ook gewoon je schedel pimpen. Dus het geeft er natuurlijk een glow en het verzorgt. Hoeveel milliliter? Hier een veegje en daar een veegje. Deze zijn gisteren binnengekomen, net toen ik weg wilde gaan naar de verjaardag van mijn schoonvader. Dat zijn de bureaustoelen voor ons kantoor, dus die ga ik even afzetten daar. Het zijn hele logge grote dozen, nogmaals, waar je dus restless als je hem nodig hebt. Dus ja, ik kan gewoon eventjes heel interessant de zin uitspreken. We gaan eerst even langs de zaak. Ik vond het vroeger altijd zo mooi als mensen een eigen bedrijf hadden. En als ze zeiden, waar ga je naartoe? Ja, ik kom net van de zaak. Van de zaak. Het is je eigen zaak. Ja, ik zit al een tijdje thuis te werken aan iets wat mijn hoofd breekt. Maar ik kan het niet delen met jullie, want het is een verrassing. Frankie Dean is net opgehaald door mijn moeder bij de BSO. Heb ik al een filmpje van gekregen hoe het daar was. En rest is natuurlijk vakantie en ik ben helemaal alleen. Ik geniet ervan, enigszins de rust en zo. Maar ik denk ook de hele tijd, ja, waarom zou je alleen willen zijn? Altijd, je hele leven. Je hebt die mensen die willen alleen zijn, want dat vinden ze fijn. En ik ben die niet. Dat kom ik nu achter. Nou, is ook niet erg. Een nachtje overleef ik heus wel. Jongens, ik heb gekokoreld voor mijn eigen. Homemade potatoes in de oven. Zelfgewokte, volgesneden wokgroenten in een pan. Ik hoor jullie denken, deel het recept. Maar sambal oelek, genoeg. Dat morgenochtend, ja, de kringspieren, een klein beetje dat. Ja. Hoe noem je het? Schijfjes van perfectie. Olijfolietje, zwarte peper, zoutje. Vers gemalen knoflook. Weet je? Jongens, venkel. Over de potatoes. Wokgroente. Ja, fuck it. Ik doe het gewoon allemaal. Dit is wel een portie hoor. Zoals mijn borstkastje hier vertelt, ik ben nog een beetje onder mijn gewicht. Ja, hoor je dat? Dat is een straight bot onder dit velletje. Ik wil daar iets meer. Ik heb er zelf over nagedacht om gewoon vet daarin te laten spuiten. Niet in mijn reet, niet in mijn lippen, niet op een plek waar je werk veel voor me wil, maar gewoon hier. Ik heb daar zo'n... Ik ben een hongerstaking look. Oké, we gaan niet zeuren, want het bederft je eetlust straks nog. Dus, wat ik zeg, voor die vettige tieten, doe je a little bit of mayonnaise. Heel veel aardappels. Yep. We need more. Ik zeg meer. Ja. Nu is dit op mijn overzichtje te kookplaat gekomen. Weet je hoe je dat oplost?
als niemand kijkt. Dan telt het niet, het telt pas echt. Als iemand ziet wat je kan. Alleen 25-plussers zullen dit begrijpen. De hits van Kinderen voor Kinderen waren vroeger wat dieper. Meerdere lagen. Tegenwoordig is het alleen maar, waar is het beestje? Hier, hier, kom op. Je bent 8 jaar. Even rustig met je dubbele limonade shot, weet je? Ik bedoel, vroeger was alles beter. Blijf het zeggen. All by myself. Tonight I am all by myself. Anyhow we're fine. Minker, wat heb je dit? Tuurlijk mis ik Frankie en tuurlijk mis ik Des een beetje. Maar moet je kijken wat een ruimte hier op die bank. En dit is perfect voor mij. Maar ja, je bent samen, heb je besloten een keertje. Dus daarom gaat deze bank weg. Maar ja, het doet me wel pijn. Ik heb heel veel mooie momenten met deze bank gehad. In mijn eentje zittend, kijken naar Modern Family. En nee, deze bank is niet te koop. Oh, god. Zit namelijk nu ook op mijn nestvlek in, dus niemand wil het.